Er zijn opvallende details gelekt over het huwelijk van Robert de Nijs en zijn vriendin Sharon. Voor zijn vader was het een prachtige en dan komt één iemand met een opvallende onthulling. Het huwelijk van Robert en Sharon gebeurde in intieme kring, maar toch was er naast vader Rob de Nijs nog een andere BNR aanwezig op het huwelijk. En dat was best wel een verrassende naam. Ook Mariska van Kolk tekende present op het huwelijk. Ik heb hen eens leren kennen tijdens een persreis. We hebben toen een waanzinnig leuke vakantie gehad, en Sharon en ik hadden echt een klik, verduidelijkt de actrice haar aanwezigheid in party. En dan volgt er nog een onthulling. Ik ben buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Voorne aan Zee, en Sharon komt uit Hellevoetsluis, dat valt onder die gemeente, komt Mariska met een extra verduidelijking in party. En dan was de actrice getuige van een prachtig moment op het veelbesproken huwelijk. Het huwelijk moest een hoogtepunt vormen voor de zieke Rob de Nijs, en daarom vond het huwelijk niets plaats in de woonplaats van de bruid, maar wel in Arnhem. Daartoe werd een speciale aanvraag ingediend en aanvaard. Hoe was Rob de Nijs tijdens het huwelijk van zijn zoon? Ik vond het ontzettend ontroerend. Rob heeft genoten, benadrukt Mariska van Kolk in party. En dan volgde er tussen beiden nog een mooi moment. Ik heb hem veel gesproken, vaak bij hem gestaan en hem omarmd. Hij was ontzettend blij. Hij zei voortdurend: Wat is het mooi, wat is het mooi? Onthult Mariska van Kolk hoe Rob de Nijs een prachtige dag beleefde op het huwelijk van zijn zoon Robert.